Zo vandaag een woordje over de zonnekap. Wat een zonnekap juist is, wat die doet en waarom je die juist wel of juist niet zou moeten gebruiken in welke situaties. Dit is een voorbeeld van een zonnekap. Dus hier zie je die zoals de zonnekap omgekeerd gemonteerd is op de Sony lens. Het is een 55mm 1.8 Sony lens, een standaard lens dus. En voor de montage van de zonnekap draai je die simpelweg om. Er zijn aanduidingen op de meeste zonnekappen zijn aanduidingen. Zoals ook aanduidingen te vinden zijn op de lens voor het monteren van de lens op de body. Met hier dus een bolletje en een streepje geloof ik. En je moet die twee bolletjes samen plaatsen. Of beter het streepje en dan naar het bolletje toe bewegen. Dus dit is de gemonteerde zonnekap. En een zonnekap heeft eigenlijk twee functies. Dit is een lenskap, niet te verwarren met de lenskap dus. De zonnekap of zonnehoed, die is gemaakt om een schaduw te werpen op je voorste lenselement. Dus om te voorkomen dat bijvoorbeeld, nu heb ik twee lichtbronnen die vandaar komen. En in de realiteit gaat het vaak over hele sterke lichtbronnen, zoals studiolampen, maar ook de zon bijvoorbeeld, bij mooi zonnig weer. Die kan licht op je lens werpen van de zijkant uit. Waardoor dat je twee ongewenste effecten krijgt. Je kan afhankelijk van de constructie van de lens kun je bepaalde halo's van die gekleurde ringen, stralen en dergelijke meer, vreemde kleuren en schakeringen krijgen op je uiteindelijke foto. Of wat ook kan gebeuren is dat je over het algemeen, dus door die lenskap niet te gebruiken, dat je een veel lager contrast krijgt op je foto. Nu moet ik daar wel meteen bij vertellen, bij digitale fotografie zal vooral dat lage contrast minder snel te zien zijn. Zeker als je niet in RAW fotografeert, maar in JPEG, waarbij dat je ingebouwde beeldprocessor eigenlijk al die lage contrast zal proberen wegwerken. Hoe dan ook, blijft het een feit dat je foto maar zo goed is als dat je die opgenomen hebt op het moment van de opname. Dus als je je opname moment kan verbeteren door eenvoudigweg zo een stukje plastic te monteren, dan zou ik dat zeker doen. Er zijn, zoals ik al zei, twee redenen om een zonnekap te gebruiken. Dat is dus de ene kant, dus hetgeen dat ik net verteld heb van het licht. Maar een ander voordeel van een zonnekap is ook dat die bescherming biedt. Dus wat je hier ziet is dat als ik die lens zo gebruik en ik loop ergens tegenaan met mijn lens, dan zal ik eigenlijk mijn lens beschadigen. Terwijl als ik deze zonnekap monteer, dan beschadig ik enkel die zonnekap als ik ergens tegenaan zit. Dus dan wordt het voorste element al wat afgeschermd. Een alternatief daarvoor zijn UV-filters of andere neutrale filters monteren, zoals dat hier ook wel het geval is. Die zal ook het voorste element wat beschermen. Liever deze filter die stuk is vervangen dan de volledige lens die stuk is. Of de volledige lens laten herstellen, omdat het voorste element stuk is. En dat zijn dus de twee voornaamste redenen voor het gebruik van een lenskap. Nu, er zijn ook wel redenen te verzinnen om een lenskap niet te gebruiken. Een voorbeeld, als je heel onopvallend te werk wilt gaan, bij straatfotografie bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je de grootte van die lens door die zonnekap, wordt dat heel opvallend. Dus dan kan je eigenlijk door zonder die zonnekap te gaan werken, met een kleinere lens op je foto te gaan werken, kun je veel meer bereiken in, op vlak van candid fotografie en dergelijke. Dus foto's nemen van mensen die eigenlijk niet weten dat je op dat moment een foto aan het nemen bent. Van, oh, kijk, als je vergelijkt met de grootte van deze lens, met of zonder zonnekap is toch wel een groot verschil. Een andere reden om een zonnekap niet te gebruiken, maar ik zeg het, er zijn eigenlijk meer redenen om een zonnekap wel te gebruiken dan om geen te gebruiken. Dus over het algemeen kun je stellen, als je niet goed weet of je nu wel of niet een zonnekap kunt gebruiken, kun je het beste wel een zonnekap gebruiken. Want in de meeste gevallen is het best van te werken met. Een andere situatie is dus als je met flits werkt, dan heb je hier een flits gemonteerd en dan kan het zijn dat het flitslicht door die zonnekap eigenlijk wordt afgebroken te vroeg, waardoor dat je de schaduw van deze zonnekap op je foto uiteindelijk te zien krijgt. Dus dan kan het ook aan te raden zijn om zonder zonnekap te werken. Ja, een derde reden om zonnekap niet te gebruiken is eigenlijk, hangt eigenlijk heel nauw samen met, het effect van de, of hetgeen de zonnekap eigenlijk voorkomt. Je ziet trouwens hier ook dat hier een hele matte finish. Dit is een zeer degelijke zonnekap en je ziet hier een matte finish binnenin. Maar dus om terug te komen op de derde reden om een zonnekap niet te gebruiken. Het kan zijn dat je die vreemde verkleuringen en effecten op je foto
door een schuine lichtinval van de zon of een ander felle lichtbron, dat je die juist artistiek wilt gaan benutten. In dat geval gebruik je natuurlijk ook geen zonnekap. Nu, ik was hier net al aan het spreken over die heel knappe matte finish van deze zonnekap. Hier is ook een type nummer op aangeduid. Bij deze lens, dat zijn nu wel lenzen van, ik denk dat dit rond de 1000 euro is. Daar zit een zonnekap bij, dat mag ook wel voor dat geld. Nu, ik moet zeggen, er zijn de meeste dure lenzen komen wel met een zonnekap, maar lang niet alle lenzen komen met een zonnekap. En dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar het type nummer en die kun je dan bij de fabrikant bestellen. Of een tip, kijk eerst op eBay, want dit is eigenlijk een stuk plastic. Oké, in dit geval een geavanceerd stuk plastic, in die zin dat er een type nummer op staat, dat je een aanduiding hebt, dat je een heel precieze fitting hebt. En dat je natuurlijk ook die matte afwerking van binnen hebt om reflecties te voorkomen. En dan nog eens een speciale vorm. Maar eigenlijk zo, op de meeste lenzen passen ook generieke zonnekappen die je op eBay kunt kopen voor een fractie van de kostprijs van deze. Dus, als je geen zonnekap hebt en je wilt eerst experimenteren met een goedkoper exemplaar op eBay, zeker doen. Deze is dus iets geavanceerder. Ik sprak ook al van die vorm, dus dat is een heel specifieke vorm. Over het algemeen ga je deze vorm vaker bij groothoeklenzen of bij zoomlenzen bijvoorbeeld, zie je deze vorm ook vaak terugkomen. En dan is het heel belangrijk dat die ook juist gemonteerd is, want als je die, eigenlijk moet die zo gemonteerd zijn, omdat je een horizontale sensor hebt. Zou je die zo, kan ik dat, ik weet zelf niet of ik deze omgekeerd kan monteren. Ik zal ze even vaststellen. Stel dat ik die zo monteer, dan ga ik eigenlijk hier op de langste zijde te veel licht gaan blokkeren en op de kortste zijde te weinig licht gaan blokkeren. Dus dan kan het gebeuren dat ik zwarte stukken van deze zonnekap alsnog op mijn foto te zien krijg. Dus dan is het gewoon een kwestie van je lenskap zo te gaan in de juiste positie plaatsen. Deze denk ik niet dat ik die verkeerd kan monteren. Het ziet er toch naar uit dat het enkel op de juiste manier kan. Voor opslag is het handig dat je een zonnekap ook kunt omdraaien. Dus zoals ik al zei, dit is een zeer mooi voorbeeld van een zonnekap. En voor opslag kan ik die dus zo monteren. En dan zie je dat ik mijn lens vrij compact kan gaan opbergen. Nu, daarbij is het wel heel belangrijk, laat die lenskap niet zo staan als je foto's gaat nemen. Want eigenlijk, dan heb je die lenskap bij je, maar dan benut je die niet, want die werpt nu geen schaduw. Maar, wat nog veel belangrijker is, je gaat eigenlijk ook het werken gaan belemmeren. Want wat er achter die zonnekap zit, in dit geval is dit een focusring. Maar bij zoomlenzen heb je hier ook nog een zoomring. En je hebt bij oudere type lenzen ook nog eens een diafragmaring. Die allemaal geblokkeerd worden als je deze lens zo monteert. Dus zeker niet aan te raden. Bovendien, als je die zo monteert, nog een tip, dan kan je eigenlijk om snel te werken gemakkelijk, juist omdat die lens zo ook afgeschermd is, kun je eigenlijk gemakkelijk de lens op er gewoon af laten zo rondlopen en kun je heel snel foto's maken. Zo is het sneller om een foto te nemen dan wanneer je voor de bescherming van een lens die zou gemonteerd hebben, die er nog eerst moet gaan afhalen en dan pas je foto kunt maken. Een andere tip voor de opslag, als we dan toch over opslag spreken, kan het zijn dat als je deze niet zo op je lens kunt monteren, of die is gewoon te groot, waardoor dat, want je lens wordt wel iets breder zoals dat je ziet. En als stel dat die lens echt zo maar in je tas past, dan kun je deze ook altijd heel gemakkelijk rond je draagriem gaan monteren. Dus dan maak je je draagriem los, steek je die hier door en dan hangt dat zo te bengelen aan je draagriem. Dit is plastic, dus dat dat ergens tegen zit is geen ramp. Ik zei al dat er verschillende vormen zijn. Dit is dus het voorbeeld van deze 55 mm. En dan is dit een voorbeeld van een 28 mm lens. Ook een 28 mm van Sony. En dan zie je al meteen dat er een groot verschil is in de afwerking van die lens. In de vorm van die zonnekap. Dus deze is veel kleiner omdat je een veel breder beeld hebt op die 28 mm groothoeklens. Dus daar is veel minder ruimte om echt te gaan afschermen. En eigenlijk is het zo dat zonnekappen die gaan gewoon de beste compromis gaan zoeken tussen het nog kunnen afschermen van licht zonder dat je eigenlijk in je beeld terecht komt. Het heeft wel die speciale vorm terug, waardoor dat je op de breedste zijde minder zonnekap hebt en op de hoogste, kortere zijde meer afscherming hebt van de zonnekap. En je ziet ook al meteen een prijsverschil tussen deze twee zonnekappen. Dus dit was de duurdere. Deze lens kost ongeveer, ja, denk toch iets de helft van deze lens. En dan zie je dat deze al die matte afwerking niet meer heeft gehoord. Het is echt gewoon een stuk plastic. Oké, nog in een speciale vorm met een speciale vatting en met een
een aanduiding voor de montage. En natuurlijk een type nummer van Sony zelf. En dan nog een allerlaatste tip. Als je echt geen zonnekap bij de hand hebt en je wilt een foto maken. En je merkt eigenlijk bij het nemen van een foto dat het licht verkeerd in de lens valt. Dan kan je altijd nog, dus pak dat dit de lens is die je op dat moment gemonteerd hebt. Dan kan je altijd met je hand nog het licht gaan afschermen. Let daarbij goed op dat je hand zeker niet in beeld komt. Maar zo kan, of met een stuk karton of een stuk papier. Let op, een donker papier dan best. Zo, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende video. Zeker in de comments iets niet laten om mij naar bepaalde onderwerpen te vragen. Of specifieke vragen te stellen. Het is zo dat er in het verleden al een oproep geweest is om meer vragen en meer reactie en dergelijke meer te krijgen. Ik zie dat ik al een heel pak meer leden heb ondertussen. Ik zie dat mijn video's ook wel geliked worden. Dus ik zie dat er wel een vraag naar is naar de video's die ik maak. Maar zeker qua onderwerpen en dergelijke meer niet laten om mij bepaalde vragen in de comments te plaatsen. Het is zelfs zo dat een van de video's die het vrij goed doet, de macrovideo bijvoorbeeld, is gemaakt op basis van een commentaar, een vraag van een van mijn leden. Daar meer info rond de macrofotografie. Dus je ziet als je de vraag stelt, als je die moeite doet, dat ik zeker mijn best doe om, als het een onderwerp is waar ik iets over af weet, van daar ook een video rond te maken. Bedankt en tot de volgende keer.